Lang zal ik leven, lang zal ik leven. Hallo, Diewertje. Ben je soms jarig? Ja, ik ben jarig. Brenda heeft me deze droomenvanger gegeven. Kijk eens. Oh, wat ontzettend bijzonder. Gefeliciteerd, mevrouw Puk. Oh, hallo, Jaap. Wat lief dat je daaraan denkt. Gaat u nog wat leuks doen? Nee. Oh, goed. Zal ik u vandaag helpen in de winkel voor uw verjaardag of zoiets? Oh, dank je, Jaap. Wat ontzettend aardig. Heel goed, Jaap. Maar waarom is Norbert er niet om jou vandaag te helpen? Ach, je kent mijn Norbert. Hij heeft het altijd druk. Te druk om aan zijn moeders verjaardag te denken? Larikoek. Dus je weet zeker dat hij groot genoeg wordt? Ja, Norbert. Is het zo niet veel te dun? Nee, Norbert. Maar volgens mij moet hier nog wat van bij. Ah, oh, wat doe je nou? Kijk eens wat een troep. Je kunt geen taart bakken zonder een paar eieren te breken. Of was dat voor een omelet? Genoeg! Doe het lekker zelf. Ik ben het zat. Als de taart voor mijn moeder je niks interesseert, ga dan maar weg. Mandy, waar ga je naartoe? Weg van die bazige Norbert. Ik wil alleen even weten wanneer ik je taart in de oven moet zetten. Oh, dat kan je nu wel doen hoor, Mark. Oeh, goed. Zeg maar wanneer die klaar is, dan haal ik hem weer uit. Ik ben in de werkplaats. Okidokie. Zo, een paar uur moet genoeg zijn. Goed, laten we eens kijken hoe ver Sarah inmiddels is met de feesttent. Ik heb de komkommers gepoetst, mevrouw Puk. Anders nog iets? Dat was alles. Bedankt hoor, Jaap. Ik moet nu snel naar het Volviscafé om Heilbot voor mijn verjaardagsetentje te halen. Oh, niet weggaan, mevrouw Puk. Want er is geen vis vandaag. Geen vis? Alle vissen zijn op vakantie. Dus. Zijn de vissen op vakantie? Ik heb de kerstlampjes en een cd-speler en... Oh, wat is dit? Ik dacht dat het ondertussen wel klaar zou zijn. Norbert, dit moet heel precies. Maar er is wel haast bij. Hé, laat los! Deze oefening is belangrijk voor de hedendaagse brandweerman. Ik heb Tom uitgenodigd om jullie het abseilen te leren. Mannen. De oefening begint op de bovenste verdieping van de oefentoren hier... tot beneden hier, allemaal onder Toms geweldige leiding. Goed idee, commandant. Leuke uitdaging. Waarom niet de ladder? Onder Klaas' bus. Ja, helemaal door midden. Nu kan ik niet meer skaten. Ik wil een nieuw skateboard, maar van mijn moeder moet ik wachten tot mijn verjaardag. Maar dat duurt een eeuwigheid. Waarom ga je er niet een wensen? Een wensen? Ja, dat kan bij de oude wensput aan de wandelweg. Mensen gooien er elke keer centen in om een wens te doen. Die put ligt dus vol met centen. Genoeg voor een nieuw skateboard. De truc is om ontspannen naar beneden te glijden in een aantal even grote sprongen met dit speciale touw dat je afremt. Het is behoorlijk hoog, hè, Elvis? Ja, je moet ook weer naar beneden. Ja, mooi. Zo dus. Wie wil er eerst? Ik wel, Tom. Oké, dat gaat goed, Jenny. Ja, dat is uitstekend, hoor. Wie volgt? Dat ben ik, commandant. Wow, goed gedaan, Sam. Ja, prachtig, hoor. Mooi, Crispijn. Maak me trots. Een broodje, Norbert? Ik wil eerst even wat gaan rondkijken. Als jij je broodjes niet opeet, zul je nooit een sterke man worden, hoor. Nee, mam. Ik wil eerst wat gaan rondkijken. Die knul, zo ongeduldig.
Kijk toch eens, Klaas. Leverkaas. Nou, eigenlijk die wat je houdt. Hoe kan ik dit weer staan? Ah, ik hoef alleen maar naar beneden te gaan en die centen te pakken. En dan is het hallo skateboard. Oh, mooi. Het is droog en niet zo diep. Wel lastig. Doe nou, Tom. Waar blijf je? Ah, ik begin wel zonder hem. Hij komt er zo wel aan, denk ik. Zo, dit is een goede plek om hem af te steken, vind je niet? Misschien wel. Er is niemand in de buurt. Alleen ik, jij en de fakkel. Weet je zeker dat het niet gevaarlijk is? Mandy, je klinkt nu net als mijn moeder. Als er mensen doorgered worden, hoe kan het dan gevaarlijk zijn? Daar zit wat in. Oh, wat? Oh nee, het touw zit zeker vast. Ik kan geen kant op. Rustig blijven, Jenny. Je hoeft alleen Tom maar te gaan bellen. Oké, Jenny. Dat wordt dus niet bellen, maar bulderen. Help! Help! Help me dan toch! Ik hoef alleen maar op deze knop te drukken. Doe maar hoor, Mandy. Doe het. Nee. Je durft het helemaal niet. Je bent gewoon bang. Het is niet dat ik hem niet durf af te steken, Norbert. Het is dat ik het niet wil. En het kan me niks schelen als ik dan niet cool ben. Help! Oh, luister. Daar roept iemand. Help! Help! Ik zit vast. Het komt van de rotsen. Kom op. Help! Help! Hierboven! Oh, het is Jenny. Oh, gelukkig dat jij bent. Ik zit vast. Dan moet iemand snel hulp gaan halen. Wacht eens even. Wat heb je daar in je hand? Oh, dat is een fakkel. Wat? Maar dat is geen speelgoed, hoor. Ik heb hem gevonden. Ik wilde hem net aan brandweerman Sam geven. Goed zo. Maar nu kan ik hem heel goed gebruiken. Mandy, kun je hem hierheen gooien? Ik? Oeh, goed dan. Goed gegooid, Mandy. Wow! Wel alle apenootjes. Waar is nou toch die... fakkel? Oh, die komt van de rots. Ik bel meteen brandweerman Sam. Oeh, een noodfakkel vanaf de rotswand. Ja, Diebertje. Ik weet zeker dat de schapen ergens op het droge zijn. We zullen eens uitkijken. Maar blijf in de winkel tot het waterpeil is gezakt. Dit is een noodsituatie. Ja, wacht even, Diebertje. Klaaskozijn vast met zijn bus. Brandt ik om dat staal van Jenny? Sorry, Diebertje. Dag. Brandweer komen dan stijl voor Jenny. Ja, goed. Doen we, baas. We zijn al onderweg. Het is wel raar, hè? Een redding zonder Jupiter of Venus, Jenny. Die kunnen niet door al die diepe water, Elvis. Goed. En nu op naar de bus. No! Jenny! Help! Hier! Jenny! Je moet je ook vasthouden, Elvis. Sorry, was ik vergeten. En kijk ook uit naar Bolletje en Schapenkind. Maar waar gaan ze nou naartoe? Bolletje zit er helemaal niet. Ze zit in de weilanden.
Geen paniek, Wolletje en Schapenkind. Norbert komt jullie redden. Vooruit, varen. Dat lijkt er meer op. Oh, wat ben ik blij om jullie te zien, zeg. Uw kaartje graag. Het gebeurt niet vaak dat ik de buschauffeur een lift geef. Ik denk niet dat mijn bus vandaag nog op schema rijdt. Heb jij toevallig Wolletje en Schapenkind gezien, Klaas? Het spijt me, Elvis. Het enige wat ik vandaag heb gezien is water, water, water. Ze moeten toch ergens zitten? Hier is een lekker kopje chocolademelk, Norbert. Norbert? Oh, nee! Hij heeft zijn boterham niet opgegeten. Oh, hey tijger. Wat doe jij nou hier? Ziezo. Goed, waar is een Walletje? Huh? Rustig maar, Walletje. Norbert komt eraan. Geen schaap te zien. Norbert! Maar ik hoor Diebertje. Norbert! Help! Mijn Norbert is verdwenen. Hij zal toch niet op zoek zijn naar Wolletje, hè? Oh, je weet hoe gek die op dat schaap is. Geen angst, Diebertje. Oh. Ik weet zeker dat Jenny en Elvis hem zullen vinden. Ik blijf hier. Oh, en ik hou je gezelschap. Oh, heel aardig, Klaas. Maar Norbert heeft me nodig. Ik wil met jullie mee. Oké, Diebertje. Maar dan moet je wel een reddingsvest aandoen. Jenny voor Sam. Ik heb je hulp nodig. Norbert Puk is het water opgegaan. Ik denk richting weilanden. Goed. Ik blijf dus hier. En kijk ook uit naar tijgers, Sam. Doe ik, Brenda. Komt goed. Oké. Iedereen aan boord. Aan de kant, tijger. Straks zijn we allemaal weer veilig thuis. Zo, allemaal stilzitten, hè? Help! Help! Oh, Wolletje, kom terug! Jongen, overboord! Zullen we het ergens anders gaan proberen, Sam? Niet nodig. Kijk, daar beneden. Sam voor Jenny. Norbert zit in Breukersveld. Hij is in het water. Ga er snel heen. Doe ik, Sam. Mam! 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 Oh, mijn schattenboutje toch. Zo, je bent er veilig, Norbert. Waar is Wolletje? Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant? Dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptunus stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee,
Maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou, laten we nu de schroef vrijmaken. Dan sleep ik je weer terug naar de wal. Het spijt me zo. Ik had vandaag thuis moeten blijven. Hoewel ik je plichtsbesef waardeer, nam je veel risico door jezelf en anderen in gevaar te brengen. Weet ik. Ik zal het niet meer doen, baas. En het spijt me, Sam, dat ik je vrije dag verknald heb. Ach, ik was toch al onderweg. Het is moeilijk om thuis te blijven als je de beste baan van de wereld hebt. Daar heb je gelijk in, Sam. Gezondheid. Gezondheid. Wacht, ik heb nog geen opdracht gegeven. Dit wil ik wel eens uitproberen. Gelukkig, daar ben je weer, Sam. Wauw, kijk toch eens, wat een rook. Het ruikt of er wat schroeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, Sam. Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè Jenny? En, heb je al je klusjes gedaan, Sam? Nee, nog niet. Maar ik heb Mark van het dak gered, een rijdende bus gestopt, Norbert uit het cement gehaald, met de skateboard helemaal naar de kazerne geskate om alarm te slaan en ik heb een brand geblust. Dus daarom hadden we hier vandaag helemaal niks te doen. Ja, Sam heeft alles opgeknapt. Ach, je weet wat ze zeggen. Een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Oh, Sam, we hebben het er even over gehad. Omdat jij op jouw vrije dag ons geholpen hebt, willen we jou nu helpen. Ik schilder je voordeur, Sam, met alle plezier. En ik doe al het strijkwerk. En Norbert hier gaat de tuin schoffelen de komende 3 maanden. Oh, Mam. Dat is geweldig. Dank jullie wel. Brandweerman Sam, krijg ik nu mijn skateboard weer terug? Je skateboard. Was ik door alle opwinding vergeten. Weet je, ik ren terug naar de kazerne. Help me! Ik kan niet stoppen! Zoals ik al zei, een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Rustig, commandant. Ik kom u redden. Ja. Oh, dank je, Sam. Misschien in het vervolg de handrem gebruiken, Mark? Zo is het goed. Kijk eens, de poster is af, Norbert. Voor je raketlancering. Mooi. Hang de posters maar overal in de stad op. Iedereen moet mijn raketlancering kunnen zien. Goed. Zet voorzichtig de neuskegel op zijn plek. Geniaal! Alles goed en wel hoor met die raket als hij omhoog gaat. Maar wat gebeurt er als hij terugkomt? Hij kan overal neerkomen. Rustig maar, Diewertje. De raket van Mark heeft een parachute om te landen. Hij heeft werkelijk overal aan gedacht. Ik dacht dat de raket van Mark was, niet van Norbert. Nee, pap. Norbert heeft ook een raket gemaakt die nog groter is dan die van Mark. Nog groter? Dat mogen we niet missen. Ik zal er zijn. Jaap Jansen, wat heb jij daar op mijn schone raam geplakt? Een poster voor Norberts raketlancering, mevrouw Puk. Oh, deze stad heeft een raketkoorts. Dacht het dus niet, Norbert. Jij gaat niet zomaar in het wilde weg raketten lanceren. Oh, dat is nou jammer, Mam. Ik wilde u juist de lanceerknop in laten drukken. Oh, de
lanceerknop? Precies. Net zoals de koningin bij een schip doet. Oh, als de koningin? Oh, wat een eer, zeg. Ik begrijp niet waar iedereen is. Ik dacht dat ze allemaal wel wilden zien hoe de voetvlieger de ruimte in zou gaan. Dan wachten we toch nog even. We kunnen niet te lang wachten, Elvis. We hebben hier Jupiter, Venus en Nelly met de ambulance. Wat als er ergens anders een noodgeval is? Rustig maar, pap. Ik weet zeker dat ze er zo aankomen. Oh, hij is niet zo groot. Ik had hem veel groter verwacht. Je weet maar nooit. Iedereen een stukje naar achteren. Kom op, mam. Druk maar op deze knop. Ahem. Ik noem deze raket Piekepolder 1. Veilige landing. Mijn slimme Norbert. En wanneer gaat de kleine parachute open? Ja hoor, ik heb een extra dik vest aangetrokken vandaag. Oh, ik moet niet gaan, mam. Oh, Norbert zit met zijn hoofd vast in een hek. Ik ben er bijna, Mark. Rustig, geen haast, wel snel. Rustig aan hoor. Wat is dat? Alweer een noodgeval? Een jongen met zijn hoofd vast in een hek. Geen paniek, dit kan ik wel in mijn eentje af. Tenzij je me eigenlijk hier nodig hebt. Nee, ga maar, baas. Wij redden ons hier wel. Oh. Oh. Pap is gered! Hij is gered! Oh, dank je, Sam. Oh, dank je, Sam. Voor we naar beneden gaan, kan ik nog even mijn antenne goed hangen? Laat mij door. Geef de commandant eens wat ruimte. Norbert Puck. Had ik kunnen weten. Hallo, brandweercommandant Staal. Help mijn jongen nou toch. Denkt u dat u hem kunt bevrijden? Achteruit allemaal en geef hem wat ruimte graag. Dit doet mij denken aan een jongen die met zijn hoofd vast zat in het tuinhek. Maar hij zat weer vast op deze manier. Zo. Nee. Help me. Nee, ik zit vast. Ja, trek me eruit. Nee, niet daar. Het zijn zijn oren, zie je? Ze zijn groter dan die van mij. Oh, dit is belachelijk. Waar blijft de echte hulp? Het is een nare dag. Sinds de zon voor me scheen, viel ik eerst in bad, toen over de kat. Toen brok ik mijn been. Wat? Brandweercommandant Staal zit ook met zijn hoofd vast in een hek. Maar Sam en Jenny zijn nog niet terug. Ik ben de enige hier. Ik kan helemaal niks doen. Ofwel, iemand is in nood. Ik moet toch iets kunnen doen. Tuta, 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 tuta. Hé, hey, dat zal jullie hebben. Dat is Elvis. Huh? Crispijn. Meld me voor dienst. Klaar en beschikbaar. Grutjes. Geen probleem. Ik heb je er zo uit. Klaas, pak de pneumatische pomp. Hij ligt achter in Venus. Oké, Elvis. Je hebt nog veel te doen, Mark. Zal ik je misschien even helpen? Nee, ik heb alles onder controle. Geloof me, dit wordt de mooiste bloemen- en groenteshow die je ooit hebt gezien. Dat denk ik ook. En doe je zelf ook nog mee aan de wedstrijd? Oh, natuurlijk. Nelly komt met haar rozen en ik heb een pompoen gekweekt op de composthoop. Zo, dat noem ik nog eens een composthoop. Waarom rookt het zo, Sam? Al die rottende schillen en takken zorgen voor veel warmte. Daarom moet je hem af en toe omscheppen, anders kan hij zelfs in brand vliegen. Heb je dat gehoord, pap? Ja, dat doe ik ook. Nadat ik de pompoen heb geplukt. Ik ga weer terug naar de centrale. Tot straks bij het jureren. Ja, dag Sam.
Kom maar, mevrouwtje Tomaatje. Dan kunt u nog even uitrusten voordat we naar de familievoet gaan. Is te veel zon hier. Maar misschien staat u dan liever op de... Ik ben er weer. Ik kom boven om het water op te zetten. Nee, wacht. Nog niet boven komen, Sam. Hij mag mevrouwtje Tomaatje nog niet zien. Nee, het aanrecht is veel te smal. Nee. Is er wat, Elvis? Nee, alles oké. Okay. Ik heb trek. Zijn er nog koekjes? Volgens mij staat de koektrommel beneden in het kantoor. Nee, ik ga wel even kijken. Mevrouwtje Tomaatje, wat moet ik nou toch met u doen? Huh? Dat brengt me op een idee. Wat moet dat nou voorstellen, mam? Het moet niks voorstellen, Norbert. Het is kunst, bloemenkunst. Is dat jouw bijdrage voor de bloemenshow, Elvis? Heel modern, vind ik wel. Nee, dit is de tomatenplant van commandant Staal. Tenminste, dat was het. Waar zijn de tomaten dan gebleven? Die zijn er afgevallen toen hij uit mijn handen gleed. Ik krijg er allemaal aan, zeker weten. Maak je toch niet druk, Elvis. Ik heb veel meer trammeland gehad dan jij. Ik weet wat je moet gaan doen. En ben ik geniaal of ben ik geniaal? Maar je kan zien waar de tomaten vastgeplakt zitten. Geen punt. Als je hem maar achter iets groots en afschuwelijks verstopt... En ik weet precies waar achter. Als alles maar goed gaat met Mark, we moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed, zit hij hier achter? Oké, Mark, ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin, dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam. Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam! Tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geef niet. Je bent weer veilig. Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Flip, flop, ik voel me weer top. Flop, flip en ik voel me tip. Flip. Flap, zing ik hier voor de grap. We doen de flip-flap en de flip-flap-flop. Hoera! Hoera! Goed zo, jongens! Ik bedoel, goed zo, mannen. Wanneer komen alle anderen? Ik heb zo'n honger. Die komen zo, hoor. Weet je, waarom vertelt Norbert niet ondertussen zijn spookverhaal? Oké. Maar het is geen verhaal. Het is echt, echt gebeurd. Ja, Norbert. Begin nu maar te vertellen. Het was een diepe, zwarte nacht. Halloween. Het spook van Piekepolder doolde
door de lege straten met een rammelende ketting en jankte. Het lijkt meer op een hondje dan op een spook. Het spook in wit gekleed ging de heuvel op naar het huis waar hij vroeger woonde. Dit huis. Hij liep dwars door de muur de kamer binnen. En toen ging hij naar het raam en zette zijn hoofd af. Nee, nee, nee. En hij staat je daar nu aan te kijken. Doe dan. Draai je maar om als je durft en kijk dan. Oké. Okay. Oh. Oh nee, er is brand. Bel brandweerman Sam. Oh, er is brand bij Mark Voet thuis. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet? Sam! Is het kampvuur, Mark? Nee, het is in de woonkamer. Gasmaskers op, mannen. Oh, het spijt me, Sam. We zijn weer de laatste. De race is nog niet voorbij, Duwertje. Wie weet wat er nog gebeurt. Oh, dit voelt niet goed. Laten we teruggaan. Wat? En verliezen? Maar ik heb toch al door al gezegd dat ik die beker zal gaan winnen, Mandy? Oh! Au! Wat is er? Au, mijn voet. Au, die doet pijn. Ik krijg het niet los. We moeten om hulp roepen. Help! Oh, dat klinkt als mijn Norbert. Het komt daar vandaan. De prijzen zijn top in Dimmetjes Shop. De prijzen zijn top in Dimmetjes Shop. De prijzen zijn top in Dimmetjes Shop. Norbert, alles goed met je? Oh, het doet toch zo'n pijn, mam? Zijn jullie verdwaald? We zijn helemaal niet verdwaald. Maar als jullie niet verdwaald zijn, dan... Norbert Buck! Jij was toch niet... Je was toch niet aan het valspelen? Wel, mam. Ah, ik krijg die knoop niet los. En ik heb geen mobieltje. We moeten hulp halen. Oh, dat gaat weken duren. Niet met het humeur dat ik nu heb, Norbert. Kom op, Sam. Zet je beste beentje voor. De prijzen zijn top. Die wat je shop. De prijzen zijn top. Die wat je shop. De prijzen zijn top. Klikspaan. Valspeler. En we kunnen ze nu elk moment zien binnenkomen. Daar zijn Elvis en Mark op de hielen gezeten door Sarah en Jaap. Of wat, Sam en Duwertje. Dit ziet eruit als een nek aan nek. Dit wordt een fotofinish. Maar wacht, wat is dit nou? Sam en Duwertje, de driebenige snelheidsduivel. Kijk, zijn ze vlammen. Haha, het is een geluk. Wat een race. Oh, ah, fantastisch, Duwertje en Sam. De beker moet wachten, commandant. We hebben een noodgeval op de hei. Wat? Norbert heeft zijn enkel verstuikt. Oh, ik zal Tom wel zeggen dat hij er ook naartoe moet gaan. Oké, Norbert. Je gaat een tochtje maken. Oh, dank je, Sam. Dat is niet eerlijk. Norbert speelt vals en mag mee met de helikopter. Rustig maar.
Spring er maar in, Mandy. Oh. Cool. Ik weet hoe je de hik kwijtraakt. Even flink schrikken. Nee, ik weet hoe je de hik kwijtraakt. Laat mij maar even, Elvis. Dank je, diepetje. Ik dank genoeg. Stop. Oh, geweldig. Het is weg. Dat werkt echt altijd. Dank je, diepetje. Oh, nee. Vind jij dat ik een goede herder ben, Wally? Is dat een ja of een nee? Sorry, ik spreek geen schaaps. Oh, stop! Kom terug! Pas op de weg! Poeh, Klaas had gelijk. Met een schaapshond kon ik jullie bij elkaar houden. Hé, maar dat is een goed idee. Is dat soms een nieuwe brandweeroefening? Nee, Elvis probeert van zijn hik af te komen. Oh, oh. Sam, ik weet dat Radar een goede reddingshond is. Maar hij is volgens mij ook een hele goede schaapshond. Hij is echt alleen maar getraind als reddingshond, Norbert. Nou, volgens mij kan Radar alles doen. Hij is zo'n slimmerd. En? Heeft het geholpen? Ja, het is geweldig. Bedankt, Sam. Ik vroeg mij af, is het goed als ik Radar even uitlaat? Ja hoor, Norbert. Dat vindt hij vast fijn. Hou je hem wel aan de lijn als er verkeer is? Maak je geen zorgen. Ik weet wat ik doe. Tot straks. Nee, hè. Hoi, Mandy. Ik neem Radar mee naar de wei. Ik ga wat schapen herderen. Heb je zin om mee te gaan? Oké. Even aan mijn moeder vragen. Hallo, Norbert. Nou, tot straks. Ik ga even snel naar de stad voor wat hout. En de passagiersdeur? Die klemt nog steeds. Ja, dat moet even wachten. Doe ik als ik terug ben. Ik heb besloten dat ik schaapherder word als ik groot ben. Daarom is Radar nu ook hier. Hij is de perfecte schaapshond. Radar? Een schaapshond? Schapen drijven is wel heel wat anders dan mensen redden, hoor. Dat kan hij best wel. Kijk maar. Oké, Radar. Je hoeft Wally en haar lam alleen maar dat hok in te drijven. Doe je best. Doe maar. Hotchik, schapie, schapie. Goed, je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Koppel het harnas. Dag hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. Komt het wel weer goed met hem, Sam? Vast wel, nu die weer thuis is waar hij hoort. Graag gedaan, Mandy. Oké, Mandy. Laten we naar mijn huis gaan en kijken wie de meeste zeebeestjes heeft. Alsof we dat al niet weten. Wat willen jullie doen? Nou, maar ze kunnen toch niet praten, Mandy? Hoe weet jij dat nou? Daar gaan jullie. Terug naar waar jullie horen. Hallo? Ik ben nog steeds de winnaar, oké? Wat jij wilt!
Eindelijk! Een mooie foto van de Piekepolder brandweerbrigade. Sorry allemaal. Ik geloof dat het rolletje vol is. Maar je had er vanmorgen toch een nieuw rolletje in gedaan? Waar heb je dan allemaal foto's van gemaakt, Klaas? Ik heb foto's gemaakt van... Er is telefoon. De benzine is op. Maar goed dat ik altijd een extra jerrycan mee heb. Ja, ik heb beet! Haal hem binnen, commandant Staal. Jongs, alarm! Brand! Achteruit, Karel. Ik beveel het omgeving. Alsjeblieft, richt hem op de vuurhaard. Heel goed, Karel. De motor is verbrand. Dan moeten we maar bellen voor hulp. Brand op zee? Karel en commandant Staal in de problemen? Jij gaat met mij mee, Jenny. Elvis, jij blijft hier in bemante kazerne. Er is brand op zee. Oké, Sam. Succes! Recht vooruit, Jenny. Hou je vast, Sam. Hallo, Karel. Wat is er gebeurd? Het is allemaal mijn schuld, Sam. Al bent u niet de beste zeeman ter wereld... maar toen iemand het hoofd koel moest houden... was u de juiste man... Oh? En het lijkt erop dat u beet heeft. Wat een kanjer. Ja, en hij stribbelde behoorlijk tegen. Waarom neem je de vis niet mee naar het café? We hebben genoeg voor iedereen. Oh, dat is een goed idee. Ik heb Elvis gebeld. Hij zei dat er een noodgeval was. Ik ben klaar en beschikbaar. Oké, allemaal. Er is vandaag een barbecue in Piekepolder. En Klaas Kozijn zal zijn overheerlijke barbecue-worstjes bereiden. Wat? Dus nemen we even wat barbecue-veiligheidsregels door. Wat hoor ik toch? Geen idee, baas. Ja, volgens mij komt het geluid van daar. Het spijt me, maar bij al dat gepraat over worstjes en barbecues... begint mijn buikje te rammelen. Probeer je te concentreren, Crispijn. En vergeet even hoe heerlijk die lekkere worstjes straks zullen smaken. Sorry, baas. Zijn de worstjes al klaar, Klaas? Nog niet, Norbert. Je bent een beetje vroeg. Ik moet de houtskool eerst nog aansteken. Hij heeft ontzettende honger, Klaas. Hoi, allemaal. Hey, Klaas. Ik zie dat jij nog zo'n ouderwetse barbecue hebt. Die van mij, die gaat op gas. Wow, het lijkt wel een ruimteschip, Tom. Het ziet er best wel leuk uit. Maar je wordt nooit barbecue-kampioen als je gas gebruikt. Het smaakt gewoon niet zo lekker als wanneer je met echte houtskool werkt. Dat klopt. Het smaakt nog beter. Goed, nooit binnen barbecuen. En waar moet je het ook nooit doen, Jenny? Te dicht bij een schutting of gebouw, baas. Dat kan in brand vliegen.
Correct. Je wilt niet dat je smakelijke, overheerlijke worstjes verbranden. Sorry, baas. Maar u blijft maar steeds over die worstjes praten. Waar moet je het ook nooit doen, Sam? Nooit onder een boom, commandant. Die kan ook gaan branden. Oeh, correct. Zo, kijk eens aan. Er gaat toch niks boven een echt vuur. Mam. Sorry. Kom maar hier, diemetje. Daar heb je geen last van bij mijn barbecue. Kijk maar. Wow, zie je wel? Rookvrij en meteen klaar voor gebruik. Maar dat is veel beter. Jongens, geen zorgen. De rook is zo verdwenen. Oh, die garnalen zien er heerlijk uit. Ik kan haast niet wachten. Even geduld, knul. Ze zijn bijna klaar. Oh, wat ruik ik nou? Worstjes. Ja, niets ruikt lekkerder dan worstjes klaargemaakt op een echte barbecue. Oh, Klaas toch. Misschien word jij wel de barbecue-kampioen van Piekenpolder. Wie wil mijn garnalen proeven? Ze zijn gaar en klaar om op te eten. Oh, dat is snel, Tom. Oh ja. Erg lekker. Snel brandweerman Sam bellen! Oh nee. Er is brand in de keuken van Mark Voet. Brand in de keuken bij Mark Voet. Ga er zo snel mogelijk heen. Oh ja, ze zijn onderweg bij Jupiter. Dus ik ben net een echte brandweerman. Dankzij mijn radio. Staal voor Jupiter. Ah, daar gaat hij weer. Jupiter. Ik weet niet of je wel moet luisteren. Hoor je me? De keuken van Mark Voet staat in brand. Je moet er zo snel mogelijk naartoe. We zijn onderweg, baas. Brandweerman Jaap, snel de hulp. Maar Jaap! Oh nee, dit is een echte brand. En misschien is Mark nog binnen. Ik moet hem waarschuwen. Oh, nee. Mark! Ja, brandweer, commandant Staal. Ik sta veilig buiten. Oh, goed zo. En niet weer naar binnen gaan. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Oh, Mark, heb jij Jaap soms gezien? Nee, Sarah. Hij is daar binnen. Waar is hij? Oh, nee. Geen paniek! Daar is brandweerman Sam! Wie weet wel wat hij moet doen? Brandweerman Sam? Jaap is naar binnen! Wat? We hebben geen tijd te verliezen! Ja! Daar zit je! In de woonkamer! Ik zie niks meer! Elvis, schakel de stroom uit! Ik haal Jaap! Ja, pak mijn hand. Ik leid je naar buiten. Oh ja, geweldig! Zo, de brand is geblust, hoor. Bedankt, Sam. Ik zal nooit meer naar zo'n brandweerradio luisteren. Ah, dus daardoor was jij ons elke keer een stap voor. Je gebruikte een brandweerradio. Het spijt me. Ik wou zo graag brandweerman worden, net als jij. Maar nu hoeft het van mij niet meer. Niet zo snel opgeven, Jaap. Een dappere knul als jij kan later een heel goede brandweerman worden. Echt waar? Ja, je moet alleen eerst goed getraind worden. Misschien kun je tot die tijd wat meehelpen in de kazerne. Ja! Oh, daar is Sam! Sam, yeah! We kunnen naar huis! Ik heb honger. Is iedereen in orde? Oh, Sam! Ik zat toch zo in mijn piepzak? Oké, we zetten je terug op de weg. Waar is Klaas? Hij ging hulp zoeken. Het is zo'n hel. Heeft hij de bus verlaten? Ik zal hem wel even bellen. Geen bereik. Klaas kan wel overal zijn. Elvis, maak jij de sleepkabel vast aan de bus? Dan bel ik Tom. Okido, Sam.
Tom, hier Sam. Klaas Kozijn is nog buiten. We hebben je nodig om hem te vinden. Geen probleem, Sam. Maar ik moet wel iemand hier bij me hebben. Ik help je graag, Tom. Oké, Sam. We zijn er klaar voor. Maar nu nog de chauffeur. Ik heb een hond. Een hele grote, hoor. Woef, woef. Oh, tijger. Wat doe jij nou helemaal hier? Daar beneden. Hij zit vast in het moeras. Goed gezien. Ik denk dat je moet neerlaten met de dubbele harnas, Sam. Ik ben er klaar voor, Tom. Alles goed, Klaas? Ja, tijger hield me gezelschap. Ik had beter moeten luisteren en bij de bus moeten blijven. Nou, jullie zijn in ieder geval ongedeerd. En ik denk dat we het wilde beest van Piekepolder ook hebben gevangen, hè, Norbert? En nu naar huis. Klaas, waarom kom je niet bij mij en Norbert eten? Dat klinkt goed, diewertje. Allemachtig! Dat is de bus. Hij zit vast op het strand van de inktvisserbaai. Het moet vloeden. Zo snel. Rustig. Jenny en ik nemen Jupiter. Jij belt Tom en stuurt hem alvast daar naartoe. Dat komt voor elkaar, Sam. Goed gedaan, Elvis. Goed gedaan. Jij wordt nog wel eens een goede commandant. Brandweercommandant Crispijn. Dat klinkt te gek. Gaan zwemmen? Absoluut niet. Dat is veel te riskant. We blijven zitten en wachten op hulp. Na 200 meter blijf zitten en Goed, mensen, rustig blijven. Sam is onderweg. Oh, mijn buik. Is hij misschien zeeziek? Oh, mijn arme, lieve schattenbout. Aha! En daar hebben we Tom. Alles komt goed. Sam voor Tom. Hallo, Sam. Gebruik de lier. De bus is bijna onder water. Iedereen moet er zo snel mogelijk af. Geen probleem. Ik laat het dubbele harnas zakken. Okido, Wendy. Jij eerst. Niet bang zijn, hè? Bang zijn? Dit is geweldig. Heel goed, Tom. Rustig aan. Cool. Ik ga terug voor de anderen. Iedereen is zo in veiligheid. Uitstekend, Sam. Oké. Dit was de laatste, Tom. Goed gedaan. Dank je, Sam. Over en uit. Dat stomme satellietnavigatiesysteem. Dit is vast een fout in of zo. Zie je nou wel? Al die nieuwe wetse prularia is niet te vertrouwen. Maar we zouden nooit gered zijn als we geen mobieltje hadden gehad. Mobieltjes zijn natuurlijk wel te vertrouwen. En onze walkie-talkies dan, commandant? Met uitzondering van mobieltjes en walkie-talkies, dat is duidelijk. En die computer dan, die bij jullie op de kazerne staat? Tuurlijk, ja. Oh, ik denk dat sommige speeltjes wel hun nut kunnen hebben. Tenzij ze kuren vertonen en je in de problemen brengen. Och, het spijt me, commandant Staal. Misschien hadden we toch die goede oude kaart moeten pakken. Oh, ja. Wat?
Daarboven? Ja, veel beter dan van achter dat stomme touw. Veel te ver weg. Oh. Dit is een noodgeval. Er is een enorme brand. Maar gelukkig, daar komen Sam, Jenny en Elvis om te blussen. Zie je het? Zie je het niet meer? Deze moet achter deze last. Wauw, dit is machtig. Schuif eens op, Jaap. We gaan wat dichterbij zitten. Ik durf niet te bewegen. Hebben we luchtversterking nodig? Aha, daar is Tom met zijn helikopter. Ik heb je, Jaap. Help ons. Help. Baas, kijk. Oh. Noodgeval. Twee jongens op het dak. Die zitten in de problemen. Elvis, we gebruiken de ladder van Jupiter hiervoor. Oh, dat is mijn Norbert. En mijn Jaap. Oké, we hebben jullie zo weer beneden, jongens. Afdalend in een harnas van spijt, dames en heren, is hier Norbert Punk. Oh, wat was je daar boven aan het doen? Ja, Jaap? Sorry. Het was mijn idee. Ik dacht dat we daar vandaan de reddingsactie beter konden zien. Jullie werden de reddingsactie. En begrijp je het nu? Waarom veiligheid hier voorop staat? Brandweerkazernes kunnen gevaarlijk zijn voor kleine jochies. Wat fijn, commandant. Uw open dag was een geweldig succes. Ja. Yeah. Radar heeft helaas flink te pakken gehad. Ik vraag me af van wie die is. Deze laars is van u, baas. Van mij? Mijn laarzen gebruikt? Wat? Crispijne! Sorry, commandant. Elvis maakt even een ommetje. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.